Oké, dus als iemand hier 24 lichtjaren van ons vandaan met een supertelescoop op ons neerkijkt, dan ziet hij mij geboren worden. Ja, precies. De relativiteitstheorie, weet je wel. Ik bedoel, ja, het ligt zeg maar 24 jaar nodig om hem te bereiken. Ja, iedereen kijkt elke dag in het verleden. We zien de zon niet op dit moment, maar 8,3 minuten geleden. Goeie theorie. Huh? Maar dat moet ik nog maar eens zien. In zien weten dan. Of komen dingen te weten door na te denken. Plato versus Aristoteles. Ja, ja, het rationele versus het empirische. Ja. Kijk, inzien dan geloven, zeggen we toch? We kijken met onze ogen, maar we zien met onze hersenen. Dus wat we zien, is ook maar een gedachte. Maar ik zie jou. Dus jij bestaat. Ja, maar ik denk, dus ik besta. Descartes. Hey Sophie, kijk. Precies dezelfde kleding. Is ook toevallig. Toeval bestaat niet. Weet je, donders goed. Ik bedoel, of het moet een teken zijn. Ja, maar toch. Of ja. Ze draagt dezelfde kleding. Dezelfde nee, maar. Kleding. Nee, maar ik bedoel, toeval. Ik bedoel, als een bal naar je toe valt. Toeval. Dat betekent dat iemand die bal naar je toe moet hebben gegooid. Er zit altijd iets achter. Dat is een goeie. Toeval. Geen bek hebben meer. Nee, jij hebt gewoon. Oké, maar die 012-theorie, vertel me daar nog eens wat meer over. Ja, life symbol. Weet je, nul, het getal nul. Alles in het leven heeft een einde, slechts een circus eindeloos. En alles draait ook continu. De aarde om de as, de zon heen, de melkwegen draaien. Het hele universum roteert. En ja, nul is ook het kleinste getal, het grootste getal. En ja, alles is ook ooit uit het niets gekomen. En nul is niets. Ja. Yeah. En dan krijg je het getal 1. Dat is maar 1 jij. 1 vader, 1 moeder. En ja, alles komt ook voort uit eencellige dieren en ja, dat soort dingen. En ja, everyone wants to find that special one. Toch? En dan komt het getal 2. Ja. Dat je het andere moet hebben om het ene te kunnen verkrijgen. Ja, ja, om te weten wat licht is, moet je weten wat donker is. Wat is symmetrie, linkerhelft, rechterhelft, plus, min, warm, koud, buiten, binnen, boven, beneden. Zwart, wit, dualisme. Hey, exactly. Maar wacht. Als ik 1 ben, betekent er dat er nog ergens een andere ik moet zijn. Misschien ben jij wel een droom van iemand die nu aan een droom is. En misschien ben jij droom. Dan leeft die persoon waarover jij droomt. Echt. Wow. Diep shit. Oké, maar ga dan. Nou, ik ben vaag, hè? Ja, oh ja, getal 2. Ja. 1 man, 1 vrouw maken we 1. Of dat een bacterie of cel zich deelt in 2. En de 2 getallen 0 en 1 vormen nog steeds de basis van de informatietechnologie die we tot heden gebruiken. En dan komt 12. God's number. En die weet ik. 12 goden van Olympus van de Griekse mythologie, bitch. Jezus en 12 discipelen, bitch. 12 zonen van Jacob, bitch. 12 stammen van Israël. Mm. 12 heilige nachten tussen kerst en de drie koningen, bitch. 12 maanden, dus 12 sterrenbeelden. 12 dieren in de Chinese astrologie, bitch. 12 uur een dagdeel, bitch. 12 één in een dozijn, bitch. Oké, ja, maar het grondgetal was ook 12. We tellen ook de 12, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 12 plaatjes in een kaartspel. Ah, ga je zo spelen. 12 paar ribben. 12 paar hersenzenuwen. 12e planeet van de Sumeriërs, waar de goden vandaan komen, weet je wel. Denk jij echt dat er nog een 12e planeet is waar de goden vandaan komen? De Nephilim. Hey, zij die van boven kwamen. Ik bedoel, alle religies schreven precies hetzelfde verhaal op de verschillende tijdstippen. Ze konden elkaar niet appen in die tijd, weet je. Ja, sowieso zijn al die bouwwerken van de oudheden niet door mensen gemaakt. Ja. Nee, dat geloof ik ook niet, nee. Mm. Ik bedoel, de astronomische kennis die ze toen al hadden, zij wisten bijvoorbeeld dat Pluto al lang bestond, terwijl wij die pas in 1930 ontdekten. Ah, jij bent ook een denkertje, hè? Ik noem jou Tinkerbell. Ik noem mij Tinkerbell? Ja. Vaak afspreken, zelf. Ja, ik denk alleen niet dat Michael dat zo leuk vindt. Weet je, met jou kan ik gewoon zo lekker praten over dit soort dingen. Michael die denkt altijd dat hij alles weet, terwijl hij eigenlijk gewoon heel erg kortzichtig is. Mensen hebben verstand van zaken waar ze niks van af weten. Zo prettig.
Plato. Kut! Jongens, jongens. Jullie moeten je wel een beetje aan de tekst houden. Want zo gaat het gewoon niet Erik. Goed. Erik! Wat is dit nou voor slap gelul, man? Ik snap helemaal geen haal meer van. Hey, ik weet dat toch ook niet? Zij houden zich niet aan hun tekst. Ja! Ik weet ook niet wie het geschreven heeft. Wat boeit mij nou wie het geschreven heeft? Of Jan-Johan de schrijverman het geschreven. Het klopt voor geen kant in die kutkinderen op de achtergrond de hele tijd. Ik zou even zeggen dat ze zich aan hun tekst moeten houden, want ja, zo gaat het niet, gaat het niet goed. Wacht eens even, Hey, als ik iets niet snap, wil niet zeggen dat ik iets niet begrijp. Ja, en die tekst hoeven ze ook niet vast te houden, want daar gaat het helemaal niet om. Wat? Waar gaat dan de hele scène over? Wat bedoel je? Sorry, maar het publiek gaat het zo gewoon niet begrijpen. Ja, wat boeit mij het publiek nou? Je snapt het niet. Dat is toch belangrijk? Wat belangrijk, hè? De kern is, ja, dat die acteurs feitelijk niet bestaan. Dat is het mooie van het verhaal. Ja, het klinkt gewoon zo spiritueel. Mooi, toch? Nou, ja. Ja, dan kan je dus ook zeggen dat ik niet besta. Lul. Tuurlijk wel, man. Ga nou even koffie halen en haal die kutkinderen aan weg. Kut paraplu. Ja, wat moet je? Wil je suiker in je thee? Nee, niks suiker. Ik ben geen, hè? En die twee bleven maar klagen op de set. En Henk kon niet begrijpen dat hij ook maar een personage is. Pela. Een bal valt naar je toe. Dat betekent dat iemand die bal naar je toe brengt.